Nou, de klachten van deze vorm van huidkanker zijn eigenlijk afwezig. Mensen hebben geen pijn, geen jeuk over het algemeen. Er zit alleen iets wat niet geneest. En mensen hebben dan zoiets, nou, het zal wel iets onschuldigs zijn, want ik heb er geen last van. En dat maakt het ook dat het wel eens langer duurt dat mensen, voordat mensen met zo'n plekje naar de huisarts gaan. Het ziet er, ze hebben er geen last van. Hooguit is het een plekje, omdat het niet geneest, dat het spontaan wel eens een beetje bloedt. Maar over het algemeen hebben mensen daar geen klachten van. Alleen je ziet het wel aan de huid en het is iets wat niet te horen te zitten. Je moet denk ik toch een plekje laten nakijken als het na 2 maanden niet geneest. Dan is er toch iets raars aan de hand. Ieder wondje, ieder korstje is toch over het algemeen na 2 maanden wel genezen. Er zit wel een beetje verschil in op welke plaats in op het lichaam het is. Bijvoorbeeld wondjes aan de onderbenen kunnen heel langzaam genezen. En dan kan het een onschuldig ander plekje zijn. Maar over het algemeen geldt, als er een wondje is wat binnen 2 maanden niet geneest en langzaam de neiging heeft tot groeien, dat is reden tot een bezoek aan de dokter. Het is belangrijk om er wel mee naar de dokter te gaan. Het is een vorm van kanker en een vorm van kanker betekent dat het niet spontaan zal genezen en langzaam erger en erger zal worden. Het basaalcelcarcinoom, de meest voorkomende vorm van huidkanker, zaait niet uit, maar het plaveisselcelcarcinoom kan dat wel. Maar voor beide geldt, als het niet behandeld wordt, wordt het probleem groter en groter en kun je zelfs ook aan de gevolgen van een onbehandeld basaalcelcarcinoom uiteindelijk overlijden. Dus het is belangrijk om toch zo'n plekje vroegtijdig te laten behandelen, omdat je daarmee de kans op complicaties en grotere ingrepen kunt vermijden. Je kunt je voorstellen dat als een plekje nog heel klein is, is het eenvoudig weg te halen. En soms ook met niet-operatieve, dus niet-chirurgische ingrepen. Dus daarom is het ook belangrijk om plekjes vroegtijdig te laten zien en behandelen. Nou, bij een verdacht plekje, als een dermatoloog denkt aan een vorm van huidkanker, dan neemt de dermatoloog een huidmonster af, een huidbiopsie. Dat is een klein weefselonderzoekje, dat kan onder plaatselijke verdoving. En wordt een klein fragmentje afgenomen om te onderzoeken. Dat is voor het bevestigen van de diagnose en ook om het behandelplan in te kunnen stellen. Maar er is eigenlijk altijd een huidmonstertje nodig om onder de microscoop te kunnen zeggen dat het daadwerkelijk huidkanker is.